Ik proef bijna een beetje naar zelfgemaakte koekjes. Lekker de kerst in rollen. Heel lekker. Ja. Hoi allemaal, ik ben Denise Anna. Ik ben Denise Kroes en wij zijn samen... Trouwens, Den en Den is natuurlijk wel een beetje een grapje. Ja. Maar we kennen elkaar al heel lang. We zijn gewoon vriendinnetjes. Ja. En vandaag is het weer tijd voor een nieuwe aflevering van Action Unboxing. Wat wij vandaag gaan doen is dat wij kerstsnoep gaan proeven. Wat vind jij nou lekker aan snoep? Ik hou heel erg van koekjes, cakejes, snoep. Ik hou eigenlijk van alles wat snoep is. Ja, jij bent echt een zoetige... Zoete kou, dat bedoel ik, ja? Ja, oh, zeker. Oh, grappig. Ja, ik, eerlijk gezegd niet heel erg. Jij bent meer hartig, zout, kaasjes. Ja, kaasjes, heerlijk. Ja, af en toe een koekje. Weet je, bij de kerst hoort toch snoep. Dus ja, ik heb er heel veel zin in. Ik ook, en mijn buikje ook. Lekker. Oeh, wat is het? Zijn het snow rolls. Wat leuk. Het ik klinkt ben heel, heel leuk. Ik zie al kokos. Nou, dan gaan we gelijk. Het begint al gezellig. Oh, wat leuk. Ja, ik vind het wel heel leuk dat het ook snow heet. Het is gewoon echt gemaakt voor kerst. Ja. Snow rolls. Marshmallow cream zit erin en dan daaroverheen chocola of zo. Oh, nou dat ruikt best lekker. Weet je waar het ruikt? Nou. Naar Bounty. Ja, Bounty. Dat lust ik niet. Ik eigenlijk ook niet. Maar misschien, Ben, is dit wel echt heel lekker. En verandert dit onze meningen wel mening over Bounty. Oké, ik heb er wel zin om het te proeven, want ik heb wel heel veel trek. Cheers, Ben. Cheers, meid. Heel snowy. Ja, ik ben wel een beetje overgehaald. Ja? Ja. Het is een beetje alsof er een soort slagroom in zit. Ja, het is niet, je verwacht echt een marshmallow, maar het is zachter. Ik vind het wel heel leuk bedacht. Ja, dat vind ik ook wel. Ja. Wat denk jij dat dit kost? Nou, er zit er heel veel in. Ik denk €2,34. €1,35. Oeh. Jij zat er heel dichtbij. Ik zat er heel dichtbij. Oké, ik zit veel te hoog dus. Ja, je moet altijd laag denken. Gewoon echt laag denken. Ja, dat is ook een beetje super mijn chill motto hier. Ik hoop dat het koekjes zijn. Ik voel dat het koekjes zijn. Ik voel het ook. Een soort kerstkoekjes ja, of zo. Ja, oké, denk kerstmannenkoekjes. 3, 2, 1. Oh my god! Dit hebben we gewoon geraakt. Ja, we zijn echt paranormaal. Oh my god. Oh, dit hier hou ik van. Hier kan ik me echt misselijk door eten. Ja. Ja, dit is inderdaad zo'n ding waar je echt helemaal slecht op gaat. Ja. Ik zie heel veel spikkeltjes en ik zie chocola. En ook op de achterkant zie ik dus ook chocola. Dit is zo leuk. Op zo'n bord, hoe je dat dan neerlegt. Ja. Kan je zo mooi decoreren met een mooi kerstdiner. Het proeft bijna een beetje naar zelfgemaakte koekjes. Vind ik ook. Ja, hè? Ik denk dat het veel goedkoper is dan ik denk gewoon. Ik denk dat deze wel wat duurder zijn of zo. Het zijn echt goede koekjes namelijk. Goede koekjes, ja. Ja. €1,69. Oh, mooie prijs. Ik denk €2,10. Zie je wel, ik dacht het wel. Ik dacht dit gaat heel goed zijn. Heel lekker. Lekker voor roommotor. Lekker de kerst in rollen. Heel lekker. Ja. Oeh. Oh. Je denkt, dit is een Sinterklaas ding, maar het is een kerstman. Kit-Kat. Het is echt leuk. Maar het is een KitKat stijl. Ja. Ten normaal vind ik deze dingen echt heel vies. Echt heel vies. Van die cheap chocola, weet je wel. Wat vind jij lekker? Ja, nee, niet heel veel. Maar dit is KitKat en ik hou van KitKat. Ja. Ik hoop dat deze lekker is. Wat? Ik zie bolletjes. Oh my god. Oh my god, dat vind ik super lekker. Heel nice. Ja, dit is echt zo'n cadeautje. Weet je, zeg maar, als je kerst gaat vieren, dat je dit gewoon aan iedereen, voor iedereen eentje hebt. Ja. Oké, we gaan een hapje nemen, ja? Zijn hoofd. Ja, dat zie je. Oh. Moeten we die smaak even beseffen. Lekker. Het is een beetje mixed tussen Maltesers of zo. Ik vind die balletjes heel lekker. Dat is crunchy. Ik hou sowieso van crunch. Ja, ik vind dit echt veel lekkerder dan een normale. Ja, dat wel, maar ik vind hem niet heel lekker. Ik had hem lekkerder verwacht of zo. Ligt dat aan mij? Jij houdt sowieso niet van dat chocola, nee, toch? Ja, liever gewoon een blokje. Blokje chocola. Ja, heel kieskeurig. Maar... Jeetje, Mina. Ja, maar... een Maltese stijl. Oh ja, hoe duur is dit? Hoe duur, ja. Ja, net wel. Was heel goedkoop. Ik denk echt dat die... 35 cent? Ja, ik zeg 49 cent. Ja, dus het is wel echt merk... Het is merk chocola. Ik ga hem wel halen voor iedereen om uit te delen. Dat vind ik wel leuk. Leuk idee, Den. Er zitten dus knapperige graancrisps in. Dat zijn lekker. Dus. Dat heel lekker. Ik ga ze voor iedereen kopen. Yes. Oh, Frozen. Super cute. Kijk dan. Kijk nou. Oh, hier hou ik echt heel erg veel van. Ik hou dus heel erg veel van deze. Dit is echt geweldig. Vroeger had je dan één zakje mee. Zeg maar, dan kreeg je één zakje mee. Was je helemaal satisfied met één zakje. Eén zo'n zakje. En nu eet je gewoon 6 zakjes op de bank leeg.
Inderdaad, in zo'n zakje was echt al wow. No artificial colors or flavors. Oké. Okay. Dat is wel goed. Oh, memories. Oh, heerlijk. Oh, het ruikt echt naar vroeger. Het ruikt een beetje naar vanille. Ja, het ruikt heel lekker. Ja, ja man. Dit vind ik lekker. Dit hier deel ik mee, ja. Mm-hmm. Oh, schattig, die vormpjes ook. Ik word er heel blij van. Ja, ik ook. Goed, en het volgende doosje, dat is deze schoolcookies. Oh, het heet ook echt schoolcookies. Oh, wat grappig. Superleuk. Er zitten er 12 in. En op de achterkant zit een spelletje. Een spelletje, inderdaad. Leuk dit. Heel leuk. Oh, ik, als kind zou ik hier heel ja, blij van worden. Ja, ik ook. Heel lekker. Vind je het ook niet weer naar zelfgemaakte koekjes smaken? Ja, echt alsof het... Gewoon echt zelfgemaakt, oprecht. Ja, en dan afgekoeld. Ja, hè? Ja, ze smaken dus wel verschillend. Maar het is wel leuk, want dan kan je dus en zo eentje mee naar school nemen en zo eentje mee naar school nemen. Nee, maar had maar één koekje, toch? Eén pakketje mocht ik altijd maar. Eén ding. Hoeveel denk jij dat het kost? Het is best wel gewoon... Het is en frozen en het is best wel veel... Veel of zo? Ja, en het is van Disney, hè? Oh, het is ook van Disney, dus het zal wel duur zijn. €3,29 is. €3,40. Ga dit inslaan? Wow, dat had ik echt niet gedacht. Nee, oh my god, wat chill. Tot nu toe is dit wel mijn favoriet. Ja, dit is sowieso tot nu toe mijn favoriet. En dit staat mijne. Nummer 2. Oh, super wat cute. Schattig. Wat schattig. Dit is ook zo leuk bij de kerstboom. Ja, dat ook. Als ik door het raampje heen kijk, zie je inderdaad van die chocoladepoppetjes. Ja, of van die kerstboomachtige bonbons. Oh, dat kan ook. Wat leuk. Neerzetten zo. En dan zo'n stimmer spelen. Hallo. Again. Laten we hem openmaken. Proost. Cheers. Oh. Dat ging helemaal goed, hè? Nou ja, het is gewoon lekker, gewoon chocolade. Ja, Den houdt daar niet van. Ja, daar haaien. Ja, en precies. Ook inderdaad leuk om uit te delen. Heel schattig. Met kerst. Om ons een huisje. Hallo jongens, kijk eens. Ik denk ook echt dat dit ook weer veel goedkoper is dan we denken. Oh ja, dat denk ik ook. 98 cent. Ja, oké, we laten we allebei voor die 98 cent. Oh, we zitten er wel dichtbij. Kijk dan. Ben, lekker mij. Gaat helemaal heel goed dit. Ook wel. Maar het is echt goedkoop. Hallo. Voor een heel leuk huisje. Voor zo'n huisje. Iedereen krijgt van mij zo'n kerstman. Ja, en iedereen krijgt van mij zo'n huisje. En jij krijgt een man. En jij krijgt een huis. Ja. Oh, snoepje. Oh, die heb ik zin. Oh, wat ruikt dit lekker. Wat is het trouwens allemaal? Ik zie een kerstman. Een kaars. Een taart. Wel echt leuk. Ze hebben gewoon echt speciaal alles gemaakt voor kerst. Voor kerst. Wow. Echt heel leuk. Want in de zomer kan je hier niet mee aankomen in de winkel. Nee. Nou jongens, het water loopt me in de mond, hè. Ik heb hier echt heel veel zin in. Ik ga deze voor doen. Voor de rode met wit. Ik ga voor de rode zonder wit. Ja. Ja man. Lekker. Deze, die keur ik wel helemaal goed. Dit vind ik echt heel lekker. Yes. Maar nu de prijs voor zo'n bak snoep, Den. Wat denk jij? Je kan hier gewoon heel lang mee doen. Ik zie het zo voor, maar als je dan in de winkel staat, zit dat op het prijsje €2,95. Ik denk €2,49. Oh my god! Oh. Nou, ik ben helemaal blij. Ik ook. Next. Next one. Oh, Oreo. I love Oreo. Kijk dan. Wat leuk. Echt eieren in een eierding. Openmaken, breken, scheppen. Oké. Dit lepeltje. Okay, wat schattig dit. Een soort kerstbal. Het is best wel zwaar, hè? Zo, inderdaad. En doe die tafel. Ja, oh ja. Oh ja joh, kijk dan. Oh. Alsof je net als een eitje. Ik was iets te... Kun je het bovenste deeltje zo... Aflepelen. Oké, nu wil ik hem ook echt gaan lepelen als een eitje, Den. Wat zit er in? Lijkt wel een stracciatella-ijs. Lijkt echt op ijs. Het is heel zacht. Mmm. Maar dit is lekker. Er zitten crunchies in. Oreo-stukjes. Wow. Dit is echt super. Heel lekker. Ja, heel leuk. Heel lekker. Heel nice. Oké, hoe duur denken wij dat dit is, Den? Ik denk wel duur, want het is weer en, hoe heet dat, Oreo, Milka. Dus het zal wel duur zijn. Ik denk €3,20. 25. Ik denk €2,55. Maar dit is wel echt heerlijk. Lekker dit. Ik ga hem sowieso wel halen. Ja. Ik neem hem mee naar huis. Ik ook. Deze gaat echt achter me. Dit is wel leuk. Heel cute. Oh. Het zijn van die zuurstokjes. Weet je wat leuk is? Nou. Als je zo'n klein kerstboompje hebt. Wij hebben Action hier ook. Van die kleine kerstboompjes. Ja, van die hele kleintjes. Ja. En dan hang je al die zuurstokjes erin. Oh, dat is heel schattig. Dat is echt leuk. Wat is dit leuk. Ja, ik vind het bijna zonde om het eigenlijk... Ja, om open te maken. Hè? Ik ben heel benieuwd naar de smaak. Ik weet niet waarom ik overal heet aan ruik. Ja, je wil even weten gewoon waar je op kan voorbereiden. Ja, dat is waar.
Dus in ieder geval niet mint, het is wel zoetig. De smaak is niet heel heftig, maar nee. Je gewoon steeds weer wilt. Prima. Het is wel lekker om op te sabbelen. Ja, sabbelen inderdaad. Nou goed, de prijs. 89 cent. 79 cent. Wow, dat is niet normaal. Wow, is niet normaal. Ik snap dat niet. Hoe kan dat toch? Niet. Ja, ik vind ze heel leuk. Heel leuk. Oh, wat is dit leuk. Celebration. Heel schattig. Ja. En wederom weer een ding wat je dan kan uitdelen aan de familie met kerst. Dat je iedereen zo'n ding heeft. Precies. Ik wil het openmaken. Ik ben heel benieuwd. Hoe moet het open? Ik vind het zonde. Zullen we er eentje openmaken? Yes. Oh, leuk, Dan. Ja, dit is leuk. Dat zit je dan zo op tafel. En wat denk jij dat het kost? Ik denk wel iets meer. Ik denk het ook. Bedenken. Ik denk het ook. Ik zeg €1,69. Ik zeg €3,25. Ja, het is wel iets duurder dan verwacht. Ja, weet je, we hebben zoveel dingen gehad en dat is super goedkoop. Ja, waardoor dit dan opeens duurder lijkt dan duur. Is het super cheap. Ja. Oké, jongens, heel erg bedankt voor het kijken. Dan wensen jullie alvast een hele fijne kerst. En tot volgend jaar. Doei! Doei.